Weer een nieuw vlog. Ik dacht, het is misschien wel leuk om sommige vragen te beantwoorden die ik krijg op social. Nou, ga jij ze voorlezen? Nou, ik kan nu ook wel zien, het begint wel steeds meer te worden. Ik merk nu wel het verschil met eerst. Ik was bij James was ik echt veel dikker. En ik verwijt het een beetje aan een soort van puppyvet of zo. Dat je eerst, nu is het voornamelijk een hele dikke buik. En bij James had ik echt nog wel dikkere armen en dikkere benen. Het gekke is, je krijgt commentaar van kijkers ook op je lijf als je niet zwanger bent. Of mensen over je kleding of wat je make-up is en zo. Je krijgt altijd überhaupt wel commentaar. Maar wat wel gek is, is dat ik presenteer een dansprogramma, Time to Dance. En dat komt pas op tv vanaf, wat was het? Eind april, 27 april of zo. En op 27 april, als hij er dan nog niet uit is, dan is het gewoon... Olifantendracht. Dan is het olifantendracht van 2 jaar. Stel je voor ook dat je 2 jaar zwanger bent, mensen. Nee, dus dat is wel gek. Dus dan ga ik vanaf 27 april, ben ik dan 6 weken lang hoogzwanger op tv te zien. Dus ja, en hoe ik daarmee omga, ik denk maar het beste moet ik het maar gewoon niet lezen. En denken, daar is een kind uitgekomen en ik kon er niet meer van maken. We hebben ons best gedaan. Dus weet je dat? Ja, ook. Oh, ja? Nou, die hele erge cravings, dat je echt flink naar zoet en zo neigt. Ik had ook gelezen, dat neemt af. Op het eind een beetje. Maar en daar ben ik wel blij, want volgens mij heb ik in het begin, toen ik net zwanger was, toen moest ik gewoon, ik weet niet, toen wilde ik gewoon alles eten waar ik zin in had. En omdat ik dat gedaan heb en toe heb gelaten, heb ik later minder last van, ik moet alles. Want ik heb alles al erin gestopt. Wat ik wilde hebben. Ja, dat het zwaarder wordt, letterlijk. Dat je een trap op, mijn zoon naar school brengen, die moet 2 lange trappen op. En dan mag je 2 keer in de week mag je nog mee de klas in. En dat vindt hij altijd leuk, dat dat nog 2 keer in de week mag. Dus dat doe ik ook wel. Maar daar jump ik niet meer zomaar even naar boven. Ja, of ja, dat is het eigenlijk. Je fysiek gewoon dat het zwaarder wordt. Nee, de ongemakken die er al waren, zoals dat je je eigen voeten niet meer kan zien als je rechtop staat. Of laat staan nog iets anders wat er iets verder boven zit. Dat zijn maar rare dingen. En nu denk ik wel, oh ja, nu zou ik een beetje mijn lijf terug willen. Ja, inmiddels hebben we wel een naam. Die ga ik niet delen. Ik vond het heel gek. Een tijd geleden was er iemand die kreeg een baby. En die zei van, ja, we krijgen weer een meisje en weet ook al hoe ze heet. En toen noemden ze die naam. Dat vind ik een beetje eng of zo. Niet zo van, oh, bijgeloof ze van. Nou ja, misschien trouwens wel een beetje. Ik vind dat eng om over iets of iemand te praten. Hij is er nog niet uit. Ik moet nog afwachten hoe dat gaat. En nee, dus dat niet. Nee, en het is al fijn om dat nog voor jezelf te houden. Wat ik wel eerder heb gezegd, en dat vind ik wel leuk, is dat James mocht ook 1 naam bedenken. Dus hij heeft meerdere namen. En dat vond ik wel leuk. Nou, bij James heb ik hem vrij snel naar zijn eigen kamer gedaan. Want ik werd helemaal gek van dat geknor en gegrom. En het zijn net beesten. Het is net alsof je arts binnen hebt gehaald. Want ieder geluidje en ieder grommetje werd ik daar wakker van. Ik denk wel, ik doe het denk ik wel 2 weken of zo, maar... Nou, we moeten gewoon even kijken hoeveel geluid hij maakt en hoe dat gaat. Ik denk wel dat het goed is om je baby wel echt op tijd zijn eigen bedje te laten wennen. Ja. Sorry, een druppel. Ja, die is al af. Nog wat kleine dingetjes. Wat ik nog niet wil is, ik wil lijstjes ophangen met foto's. Bijvoorbeeld van mijn ouders, van Marcos familie. Ik wil ook... van de kinderen. Het lijkt me wel leuk om mijn fotootjes ook wel op te hangen en leuke dingetjes. Dus alleen nog dingetjes aan de muur, een paar. Op die na is die af. Ja.
Ja, ik heb wel een oppas. Die hadden we al. Maar ik heb best wel lang vrij. Dus ja, ik ben wel heel lang thuis. Dat heb ik wel zo kunnen regelen. Dat wilde ik ook graag. Of ze nou op een kop gingen staan ergens. Nee, dus dat is wel fijn. Maar zeker als ik weer ga werken heb ik wel een oppas. Maar het is niet een au-pair of zo. Niet iemand die constant bij ons is. Want als we vrij zijn willen we gewoon bij ons kind zijn. En dan dan heb ik daar niemand anders bij nodig. Was dit het? Dit was het. Was er alle vragen? Ja, nou, er zijn er nog veel meer. Al die mensen die in Nederland wonen. Dag mensen, dag bloemen, dag kinderen.